Alexander, IJsselmeeuwels wint hier met 3-1 van Dovo. Maar als je dan de eerste helft ziet, dan denk je van het zal toch niet na die 0-1. Wat gebeurde daar precies? Ja, klopt, het was even een momentje dat we aan het slapen waren. Als collectief achterin. En is meteen een goal bij hun. En volgens mij hadden wij ook een aantal kansen in de eerste helft die we moesten afmaken. Doen we niet. Heeft ons vaker de kop gekost dit seizoen. En, ja, ik ben blij als we dan binnenkomen en ik zie de reactie van iedereen naar elkaar toe. Ik was echt overtuigd dat het goed ging komen. Nogmaals, ik ben ook blij als ik zie hoe de supporters, de mensen die hier waren, hoe die ons aanmoedigden. Dat geeft je gewoon energie, weet je. Daarom hoop ik dat ze volgende week ook meegaan in grote getallen. Dat kon ons alleen maar een extra duwtje in de rug geven, denk ik. Ja, want ik begreep dat jij ook in de rust behoorlijk het vuurwerk hebt laten klinken in de kleedkamer. Dat de tegels aan het bibberen waren. Ik heb gewoon mijn woordje gedaan. Er waren ook een aantal andere jongens. Maar goed, het was duidelijk dat we vandaag moesten winnen. Ik denk als je ziet hoe wij de tweede helft naar buiten komen, dat is gewoon heel anders dan de eerste helft. Al waren we de eerste helft wel beter. Maar tweede helft, de wil om te winnen, dat is alles. Daar begint het bij voetbal. En dat was de tweede helft wel en de eerste helft niet. Dus ik hoop dat we dat volgende week vanaf de eerste minuut kunnen leveren. Thomas, hoe vaak in je carrière heb je 2 weken achter elkaar een hat-trick gemaakt? Ja, nog nooit. Misschien in de F'jes nog. Maar ik vond het vorige week met de 1 hat-trick was al heel lang geleden. En 2 achter elkaar, dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Ja, ja, het lijkt me ook bijzonder voor jou, aangezien je toch wat meer op het tweede plan staat dit seizoen. En dat je dan toch sportief wraak neemt door ook vorige week een goede wedstrijd neer te zetten. Maar ook vandaag weer enorm belangrijk te zijn voor IJsselmeerbouw. Ja, klopt. Het is op het begin van het seizoen start ik nog wel redelijk vaak. Alleen toen gewoon tweede nummer 10 geworden. Ja, dan moet je hard blijven trainen, geduld blijven houden. En je voeten laten spreken, zoals ze dat mooi zeggen. En dan is vorige week fantastisch. En dan nu deze erachteraan zo goed. En het geeft wel vertrouwen voor de laatste 2. En dat is geweldig. Ja. Ja, want je kwam er op een gegeven moment vlak na rust kwam jij erin. Wat zegt de trainer dan tegen jou? Voor de goal komen, een beetje rond Danny lopen. Want als wij de bal voorin bij Danny gooien, Danny kan duels winnen, tweede ballen, daar moet ik een beetje voor spelen. Ja, dat is ook eigenlijk een beetje wat ik ontzettend veel doe, eigenlijk bijna alleen maar. En dan zie je ook bij die eerste goal dat ik een beetje achter Danny loop, Danny overstap. En dan draai je het om en dan weet je, we hebben gewoon nog een half uur of zo. En dan staat het gelijk. Dus dan weet je dat die kansen nog wel zullen komen. Nou, gelukkig benut ik ze dan ook. Ja, precies. Want ook die tweede en die derde goal waren absolute teamgoals volgens mij. Ja, de trainer ook. Ja, de eerste was inderdaad dus die overstap van Danny. De tweede was iets wat we vaker doen dit seizoen. Zo'n verre inworp. En dan Basiel, die is zo lang, die kan die ballen doorkoppen. En dan moet je een beetje op gokken dat hij hem doorkopt. En dan gokte ik goed. Toen was het alleen maar binnen tikken. Ja, en die laatste, dat was die 1-1. Volgens mij schiet ik hem onder de keeper door of net erlangs. Dat weet ik niet precies, maar hij zit erin. Dus dat is goed. Gert-Jan Karsten, 3-1 winnen van Dovo. Ik dacht in de rust van het zal toch niet? Na die goal vlak voor rust. Het spel was prima, maar dan krijg je toch zo'n rottige goal tegen voor vlak voor rust. Het spel was prima eerste 20 minuten. Ja, dat is weer IJsselmeeuwels. Ik hou een bespreking over intensiteit. Die was goed in het begin. Zat over de korde op. Ze kwamen er niet door. Ik had het over, wij hebben elke wedstrijd van dit seizoen, ongeacht of we goed of slecht waren, altijd de eerste kans van de wedstrijd gemist. Tegen elke tegenstander. En vandaag missen we de eerste 4 100% kansen. Ja, en dan 1 kans van hun inderdaad was gewoon wel een geweldige goal. Ja, maar verdedigend zag het er niet heel best uit. Nee, maar daar wou ik net naartoe praten. Ik voel ons het laatste kwartier al minder spelen, waardoor je dat aan zag komen. Het werd een beetje onrustig. Er zat spanning op de tribune, er zat spanning in de ploeg. Nou, dan ineens begint er een. Volendam staat 1-0 achter. Ja, dom, dan wordt het nog zenuwachtiger. Maar daar heb je allemaal geen boodschap aan, hij zelf niet wint. In de rust gebeurde er van alles. Emotioneel, geschreeuw, gescheld, onderling. Eindelijk een keer. Want dat zei zich Haaksbergen, dat zal in de rust geknetterd hebben. Nee, helemaal niet, maar vandaag wel. Nou, misschien was dat dan het verschil. Maar ik hoorde dat Bielica de tegels er ongeveer vanaf gebeukt heeft. Ja, maar die was zelf niet zo best voor de rust. Dus die had ook reden om zelf kritisch te zijn. En dat is hij dan ook. Maar ja, Jesse en hij waren wel 2 jongens die het voortouw namen. Jim erbij. Ah, dat is gewoon leuk om te zien dat ze eindelijk zichzelf een keer aan de oren trekken. Van dit is echt wel de laatste kans nu, 3 kwartier. Nou, dat heb ik wel gezien, maar na de 2-1 dan geef je weer een kans weg. Omdat je vanuit de aftrap gewoon nog staat te dromen met z'n allen. Van we hebben gescoord en het gaat goed. En ik zei gewoon tegen de trainer van Dovo, wij hebben heel verdiend gewonnen. Jullie hebben er een knalharde wedstrijd van gemaakt, in positieve zin.
als wij ooit nog kampioen worden, dan moeten we die lat die daar hangt, die moet het museum van IJsselmeerwol zien. Maar dat is natuurlijk het moment. Ja, hoe gaan we dan als IJsselmeerwol zijn de komende 2 weken in? Want ik neem aan dat jullie wisten wat de tussenstand was in Utrecht bij Hercules tegen Volendam. Ja, wij op de bank wisten het al. Dat toen het volgens mij na 5 minuten stond het al 2-0, hoorde ik. Dus ja, als spelers op de bank wisten het al. En toen kwamen we 1-0 achter. Maar dan wisten de spelers in het veld natuurlijk nog niet. Dus we waren gewoon chagrijnig over dat we achter stonden in de rust. En toen hoorden die basisspelers pas van Hercules staat gewoon 2-0 voor. En toen kwam wel, dat besef was er natuurlijk. Sowieso al wel hoor, maar toen was het wel van als er een moment is, dan is dat nu. En daarna hebben we dat gelukkig goed omgeleid. Het knetterde ook behoorlijk in de kleedkamer, begreep ik. In de rust. De rust, ja. Ja, het was geen gezellige rust, kan ik het. Maar ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Het was een beetje om elkaar een beetje scherp te zetten. En dat is gelukkig gelukt. Ja, ik denk dat je het ook nog niet zo vaak mee hebt gemaakt dat je 2 keer gescoord hebt, de eerste 2 goals, en dat er 2 keer daarna commotie is. Ja, zo. Dit was, opeens zei de scheids van we moeten even stoppen. We dachten van, wat is er aan de hand? En misschien is er iemand onwel geworden of zo, weet ik veel. Maar toen hoorde ik dat er tafels door de lucht vlogen, heb ik gehoord. Dus ik dacht, dat was vechten. En dat was, ik weet niet op welke stand dat was. Dat was bij de 1-1, denk ik, uit mijn hoofd. En dus toen konden we weer even bij elkaar komen van, jongens, geduldig blijven. We hoeven niet met z'n allen helemaal naar voren. Want 1 minuut nadat die 1-1 kwam, schoten ze uit de lat. Omdat wij, alsof wij de laatste minuut was, moesten met z'n allen naar voren. Dat hoefde helemaal niet. Dus dat hebben we daarna gewoon goed neergezet eigenlijk. Ja, wat mij in de tweede helft opviel was vooral dat er veel meer scherpte in de ploeg was. Veel meer de wil om te vechten voor die overwinning en te vechten voor elkaar. Heb je dat goed gezien? Ja, ik denk dat het eerste was een beetje angstig of zo. We speelden, zij scoren gewoon uit de enige kans volgens mij die ze ongeveer hadden in de eerste helft. Dus het was ook wel beter tegen de Vouding in. Maar ik weet niet waar dat dan ligt. Ja, geen idee, dat weet ik niet. Maar de scherpte was. En op een gegeven moment, als je eenmaal in die flow zit, bij iedere balverovering, iedere goede tackle, dan hype je elkaar een beetje op. Ja, en dan zit je er zo lekker in en dan kun je het zo omdraaien. Ja, in ieder geval nu net zoveel goals als je rugnummer volgens mij. Volgens mij 7 na vandaag. Hopelijk komen er de komende 2 weken nog wat bij. Wellicht ook nog 2 keer een hat-trick. Zal wel zijn, Als je mij 2 weken geleden had gezegd dat ik nog richting de dubbele cijfers zou kunnen, dan had ik je van gek verklaard. Dus dat is mooi. Nu wil ik er natuurlijk gewoon meer de laatste 2 wedstrijden. Alleen we moeten gewoon 6 punten pakken en dan zien we wel waar het schip strandt. Ja, waar zit hem dat dan in dat dan de tweede helft wel lukt? Je brengt natuurlijk wat met Basiel en met Danny breng je wat opportunistische spelers breng je binnen de lijnen. Maar dat kan me voorstellen dat niet het enige is. Nou ja, blijkbaar hadden we toch een aantal woorden onderling nodig met elkaar. En misschien goed om dat volgende week vanaf de eerste, eigenlijk voordat de wedstrijd begint te doen. Dus nogmaals wat ik zeg, ik ben content met de manier waarop we gewonnen hebben. Het was geen goed voetbal, maar dit is voor mij echt zoet. En ik denk voor het hele team, als je op deze manier kan winnen, dat is heerlijk. Ja, je had het ook flink aan de stok met Nick Hak in de tweede helft. Na die 2-1 vlogen jullie elkaar bijna tegen de half. Wat gebeurde daar precies? Ja, dat is op het heet van de strijd. En er werden van beide kanten wat dingen gedaan. Maar dat hoort erbij. Ik denk voetbal is een emotionele sport. En nogmaals, ik ben blij dat we gewonnen hebben. En wat ik al zei, vooral de manier waarop. Dus we hebben het nu in eigen hand en nu is het aan ons vanaf maandag om daar richting volgende week toe te werken. Ja, ik vond jouw tweede helft een van de uitblinkers, maar ik kan me voorstellen dat je de credits graag aan Thomas Beekman laat. Ik was verre van goed, sterker nog, ik vond mezelf dramatisch. Alleen ik denk dat de instelling van het team goed was en dat ons doorheen gesleept heeft. En als je dan Thomas ziet hoe die invalt en ons met 3 goals redt. Danny die gretig binnenkomt, Basiel die goed binnenkomt. Ja, dat is hoe het moet. En, dit is echt een collectieve overwinning. Ik hoop dat we dit elke week kunnen leveren. Wat weet je van Dem en wat weet je van Odin? Op dit moment niet heel veel. Ik heb er ook niet over nagedacht. Deze wedstrijd zat echt in mijn hoofd. En, ik ga eerst maar even revalideren en dan richting maandag dan kunnen we analyseren hoe de tegenstander speelt. En, als wij goed voor de dag komen, dan gaat het goed komen, denk ik. En tot die tijd even een klein feestje vieren met de selectie, kan ik me voorstellen. Ja, feestje, ik denk het niet. Ik denk dat wij met beide voeten op de grond moeten blijven. En
ja, werken aan deze momenten. Slordigheden die we vandaag geleverd hebben. Dus feestje kan misschien aan het einde, maar nu niet. Maar wat zeg jij dan nog zelf in de rust? Of laat je dat ze me lopen en laat je vooral de spelers tegen elkaar uit de keer gaan? Want je wisselt ook twee keer. Ja, maar iedereen ging tekeer. En daarna heb ik het tactisch omgezet met twee wissels en een ander systeem. Dat klopt. Wat heb je precies gedaan in de qua systeem? Ah, dan ga jij lekker je eigen live stream terugkijken. En misschien kom je er ooit achter. Ik neem aan dat een beetje commentaar van IJsselmeer Holstervee dat na twee minuten zelf gezien had. In ieder geval wat meer van banken, wat meer, er zat in ieder geval wat meer overtuiging in de ploeg. Dat zag ik vooral. Dat was wat meer het besef van, hey, we kunnen hier wat halen. Ja, maar wij hadden natuurlijk de eerste 20 minuten hadden wij gewoon... Volop staan. Ja, en niet met 1-0. Nee. Als Dennis de eerste bal maakt, ja, dan is het gelijk oorlog en dan loop je door. En nu, naarmate dat... Wij werden steeds minder in de eerste helft, maar de tweede helft pakten we het wel weer goed qua energie op. En... dan zit het ook mee, maar het begint weer met, net als vorige week, knalhard werken. Meer is niet van. Nou, toen kregen we de tribune erachter. Ik misbruikte nog een keer een advies van een supporter om er nog een keer een schepje bovenop te krijgen. Ja, en onderaan de streep merk je aan mij ook wel dat het gewoon opluchting is. Want tuurlijk 1-0 in de rust, dan denk je van, oh god, daar gaan we weer onder druk van. Weer als het onze kant opvalt en weer. Ja, nu viel het onze kant gelukkig wel op. Maar ik heb goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat ik het gevoel heb dat we het weer in eigen hand hebben. Het slechte nieuws is dat we nog niks hebben. Dus als wij niet dezelfde intensiteit van vandaag, de eerste 20 minuten en zeg maar grote delen van de tweede helft hebben. Als wij niet de intensiteit van Urk uit hebben, dan gaan we het ook tegen Dem of Odin niet redden. Dit moet echt elke week weer opnieuw. Wij zijn een goede ploeg als we allemaal goed zijn. En wij, ik had toevallig vanmorgen, stond hier iemand van de TC van Spakenburg, 3 kwartier mee bijgepraat. En toen zei ik nog van, wij hebben niet een individuele speler die even de hele ploeg op sleeptouw neemt en het verschil maakt. Maar we hebben wel een team. En als ik zie dat vandaag Thomas 2 keer scoort, maar dat Danny daarin zo bepalend is. Ja, 3 keer, maar 2 keer met Danny samen. Ja. Danny die scoort een keer door hem mee te geven, die laatste goal. Want hij zet Thomas vrij. Ja. Maar daarvoor had hij die eerste goal, denk ik. Danny zet daar een slim blokje en die laat rollen. Elke spits neemt hem aan, Danny ziet Thomas komen. Ja, en dan valt dat samen. Dat bedoel ik, wij maken teamgoals vandaag. Maar dat is natuurlijk het mooiste wat je als trainer kunt hebben, teamgoals. Ja, hoe ga je dan deze euforie meenemen naar volgende week? Want ik kan me ook voorstellen dat Dem is natuurlijk een heel andere ploeg. Die zal een heel andere strijdwijze, misschien veel meer ingraven gaan brengen. Hoe ga je er volgende week in? Ik heb nog geen enkel idee, want ik moet eerst vanavond overleven met een biertje of 26. Heel veel succes dan. Dankjewel.